Ready, zijn jullie er klaar voor? Wij wel. We staan te popelen met de volledige BAP-ploeg, zo'n 154 medewerkers om precies te zijn, om weer duizenden bezoekers te ontvangen. 75 brouwerijen vanuit alle uithoeken van België zijn naar deze mooie stad afgezakt om het beste van wat ze in hun brouwketels hebben te presenteren. Welkom op de zesde editie van het Brugs Bierfestival. Ik ga het kort houden, want ik denk niet dat bier en lange speechen goed samengaan. Alhoewel, met het nodige bier binnen kun je soms van die ongelofelijke speechen horen. Maar zoals de schepen het al heeft gezegd, bier heeft geschiedenis. De eerste bierbrouwerijen, zei het dan spontaan, zouden zo'n 4500 jaar oud zijn. En bier is ook gezond. Want er is een tijd geweest dat men precies bier dronk omdat het water dat men kon drinken eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar was. Dus bier met mate is ook gezond. Dames en heren, bierliefhebbers, zie je van Brugge, zet je van Veur. Hè? Ik heb het beste West-Vlaamse dialect van mijn grootmoeder zaliger boven gehaald. En voor de niet-ingewijden, ik zal het maar overdrachtelijk vertalen, dat betekent als je van Brugge bent, heb je een streepje voor. En dat is ook zo met dit bierfestival. En ik zeg dat niet om stroop aan de baard van de burgemeester of de organisatoren van BAP te draaien of te vegen. Maar dit festival is, laten we zeggen, naast het overkoepelende Zitos-festival dat jarenlang in Sint-Niklaas plaatsgevonden heeft en nu in Leuven, eigenlijk het vlaggenschip. Eigenlijk halen jullie evenveel bezoekers hier in deze prachtige locatie als in Leuven. En je moet het maar doen. Hè. Iedereen, van harte welkom, op het zesde Brugse Bierfestival. Er staan 70 standen met meer dan 300 bieren die je kunt proeven op dit festival in het Belfort van Brugge. Maar naast dit kan je ook genieten van culinaire demonstraties in de demokeuken. We hebben gisteren al te gast gehad de chef van het restaurant Patrick de Vos, hemzelf. En daarna aan Vissers van Bistro de Namaal en Achim van de Bussen van het bierrestaurant Den Dijver. Vanmiddag gaan wij van start met Jo Nelissen, een traiteur aan Kempinski aanwezig geweest, zijn eigen restaurant Saint-Amour gehad, die straks een gerecht zal demonstreren met het biertje, twee biertjes van Fort Lapin, een hele nieuwe jonge brouwer op Sint-Josef, die dus twee prachtige biertjes gebrouwen heeft en waar Jo Nelissen een gerecht mee zal demonstreren deze namiddag in onze demokeuken. Straks wordt deze demo gevolgd door een demonstratie van Pieter Lonneville van het restaurant Tijd Pressé en daarna van Bart van Steenkeste van het restaurant De Roesgaard in Houthaven. Tussen de twee demonstraties krijgen we een interview van niemand minder dan van Pieter Aspe en van Lieven Verstraeten. Wij heten u van harte welkom. Wij hopen dat u zult genieten van deze demonstraties en interviews. En dat is niemand minder dan Jo Nelissen. Voilà, Jo Nelissen. Heel een topchef van Brugge. Met heel veel ervaring. En hij heeft gekozen voor een, ik zal het jou maar laten zeggen. Ik heb gekozen voor duif. Ja, jonge hoeveduif. Duif met katenspek, met zoetzure tinten. En dat bier, ik moet eigenlijk zeggen, Christophe heeft mij wel gepakt met zijn bier. Ah ja? Ongelooflijk. Ik ben hier op de... Ik ben niet zo'n goede chef met bier. Ja.
Zoals allemaal. Ja. Ze zijn allemaal gewoon van met veel wijn te kopen. Ja. Maar bier is natuurlijk een uitdaging. En een durven. Ja, ja. Ja. En hij sprak net van dat blond bier is toegankelijk. Maar dat vond ik juist interessant. Het is niet te zwaar en het is mooi te versmelten met gerechten. Allee. Dat vind ik wel. Allee. Ja? Dat is een commercieel aspect, vind ik wel, dat het kwaliteit heeft voor te koken. Mm-hmm. Wat ga ik doen? Ik ga een sabayon maken met blond bier. Ik ga met bruin bier een saus maken en een gelei, ook met het blonde bier. En ik heb hier net een krokant gebakken, ook met bier. Met het ook met bier? Met het blonde bier. Een krokantje met bier. Ja. Wat wij gaan klaarmaken is grietfilet met beukenzwammen, butternut, krulaardappeltjes en dan de venusschelpjes die klaargemaakt worden in deus. En daar komen nog garnaaltjes bij. En de saus wordt gemaakt van triple karmeliet.